We leven in bijzondere tijden. Dat is een open deur in trappen. En we kunnen dat moeilijke tijden vinden, spannende tijden, triestige tijden, leuke tijden, whatever. Maar het zijn toch speciale tijden. En er is ongelooflijk veel gaande. En dat zorgt voor een tweedeling enerzijds in de maatschappij, maar ook een tweedeling in mezelf. Ik zal voor mezelf spreken. Ik heb het gevoel dat wij, en dat lees ik, dat hoor ik, hè, dat wij van de ene era, tijdperk, naar een ander tijdperk aan het gaan zijn, aan het evolueren zijn. Een tijdperk dat veel beter zal zijn. Maar als we iets nieuws willen creëren, dan moeten we het oude loslaten en zelfs kapot maken. Dus eigenlijk is het zoals een spiraal. Dus je start met iets. Je start met iets en dan creëert het tot een bepaalde maturiteit. En dan is het tijd om het los te laten, kapot te maken, om plaats te maken voor iets nieuws. En dan heb je weer iets nieuws en dan heb je echt zo'n spiraal. Zo werkt de wereld, het ondernemerschap enzovoort. Ik heb dat heel duidelijk gezien in mijn ondernemerschap ook. Dus dat je nieuwe dingen creëert tot een bepaalde maturiteit en dan moeten we dat afbreken om het volgende te kunnen doen. En dat is waar we nu in staan. We zijn in een fase waarin we het oude aan het afbreken zijn en we ons aan het klaarmaken zijn, hoe we langzaam aan het evolueren zijn naar het nieuwe. En dat zorgt, sommige mensen staan daar al bijna en zijn daar al verder in geëvolueerd, andere mensen staan nog daar. Maar dat zorgt ook voor mezelf, als ik naar mezelf dan kijk, van ik sta precies nog met één been daar en al met een ander been daar. En dat zorgt voor wat turbulentie bij mezelf. En een heel goed voorbeeld is spreken of zwijgen. Ik heb die vraag op Facebook gezet. En ik had gewoon gezet spreken of zwijgen, vraagteken. En ik heb daar ongelooflijk veel interessante reacties op gekregen. Dank u voor die reacties, by the way. En waarom is dat nu zo'n belangrijke vraag voor mij? Omdat ik ben gespecialiseerd in personal branding. Dat is al ettelijke jaren zo. En wat ik doe is mensen helpen om zich te laten zien, laten horen, hun stem te laten horen, hun waarheid te spreken, hun visie mee te geven, zodat ze hun missie kunnen waarmaken. Al dan niet onder de vorm van een organisatie, een onderneming, een bedrijf. En vroeger was dat vrij oude manier. Bedoel ik daarmee de old-fashioned zichtbaar zijn en marketingacties. En dit zijn de scripts voor een goede copywriting, sales copywriting enzovoort. En dat is langzamerhand meer en meer geëvolueerd naar veel meer diepgang, veel meer bezield, veel meer ondernemen vanuit het hart. Authentiek ondernemen, hoe dat je het ook wilt noemen. Nu. Uw personal branding, dat betekent ook uw stem laten horen. En mijn vraag vandaag zit, en dat is zo dat ik tussen die twee zit. Enerzijds heb ik heel sterk het gevoel dat ik moet spreken. Ik zie heel veel onrechtvaardigheden. Ik zie veel belachelijke dingen passeren op vlak van coronavaccinatie enzovoort. Het klopt van geen kanten. Dat heb ik van in begin gevoeld. Het is gewoon een dwaas schouwspel, als ik het zo mag zeggen. My humble opinion, my opinion. Ik zeg niet dat het de waarheid is. Maar mijn gevoel is dat het een dwaas schouwspel is, waar mensen in het beste geval niet weten wat dat ze aan het doen zijn. En dus maar van alles wat proberen. En dan blijkt het uiteindelijk een processie van echternacht te zijn. Maar dat betekent ook dat er heel veel injustice is. Heel veel onrechtvaardigheid. En mijn hart zegt dan, moeten we in opstand komen? Want een van mijn basiswaarden is rechtvaardigheid en respect is ook eentje. En dus
ja, dan wil ik opkomen voor de mensen. Ik wil de injustice uit de wereld helpen. Ik heb zoiets van, ik wil niet op mijn sterfbed liggen en zeggen, ik heb het geweten, ik heb niets gezegd of niets gedaan. En er is zo'n quote van Desmond Tutu, of er zijn er nog een paar van Ila Wazel, waarin dat wij, waar dat hij zegt van, kijk, als jij neutraal bent, wanneer dat er injustice is, onrechtvaardigheid is, dan kies je uiteindelijk de kant van de dader. En niet de kant van het slachtoffer. En ik wil zeker en vast in dit geval niet de kant van het dader kiezen, want dat gaat in tegen mijn hele zijn. Dus heb ik de neiging van, laat ik me uitspreken, mijn stem laten horen, mijn waarheid, dat is daarom niet de waarheid, verkondigen. En laat ik de strijden trekken, laat ik meedoen aan de marsen, naar de laboom gaan en whatever. Yes, dat is mijn manier, laat ik post zetten. Dus dat is mijn ene manier, dus speak out, speak up. En anderzijds heb ik ook het gevoel van ja, misschien heeft dat weinig zin. Zijn er geen andere dingen die ik misschien kan gaan doen? Want dat speak-up en de onrechtvaardigheden aankaarten enzovoort is een beetje blijven vasthangen aan het oude. En van dat oude moeten we toch gaan beginnen afscheid nemen. We zijn het aan het destroyen om de nieuwe te kunnen leven geven. En misschien is het beter dat in plaats van me daarmee bezig te houden, me te gaan focussen op het nieuwe. Wat betekent dat ik niet zozeer ten strijde moet gaan trekken, maar dat er andere zaken zijn die ik kan doen. En ik zie heel veel mensen andere zaken doen. Of ik zie dat niet, want die doen niet zoveel. Lijkt het. Maar die zijn bij heel veel innerlijk werk bezig. Dus dat zijn heel veel mensen die niet zozeer ten strijde trekken, dat is het vechten, het oude. Maar eerder gaan kijken van hoe kunnen we hier, onder andere door innerlijk werk, van de planeet een betere plaats maken. Dat is even kort door de bocht. En door dat innerlijke werk te gaan doen, onder andere, gaan we bij wijze van spreken de vibratie hoger hebben, de frequentie hoger hebben, en is dat een positief effect op de gehele wereld. Dat is even heel kort door de bocht. Hoe dat mensen daarmee bezig zijn. En dan lijkt het voor de actie- en resultaatgerichte mensen zoals ik, soms dat die vrij passief zijn. Dan denk je van, hey, we moeten op de barricades gaan staan, of we moeten iets gaan posten, of we moeten iets gaan doen. En jullie zijn veel te passief. Terwijl dat niet het geval is. En ik voel nu, en dat is die tweestrijd die ik voel heel hard, ik voel nu dat ik zo naar daar getrokken word en naar daar getrokken word. En ik ga het laten zijn. Ik zie wel hoe het verder evolueert. En dit filmpje is bijvoorbeeld al een mijn actie om, ja, om iets daar rond te zeggen. We zien wel waar dat we uitkomen. Welke richting. Ik ben aan het daar aan het evolueren, dat wezen duidelijk. Maar hoe snel en op welke manier, we zullen wel zien. Nu, de boodschap die ik hier ook nog echt wil meegeven is, een paar boodschappen uiteindelijk, is enerzijds, iedereen heeft zijn rol te spelen hier, op deze aarde. Of je nu spiritueel bezig bent of niet, ik geloof dat wij hier inderdaad op aarde zijn met een bepaalde missie. En zeker in dit tijdperk hebben wij een zeer specifieke missie waar wij voor gekozen hebben. En wij hebben een bepaalde rol te spelen. En de ene, zijn rol is misschien op de barricades gaan staan. De andere is video's te maken. Nog iemand anders gaat misschien meer door te gaan samenwerken, collaboration, door meer innerlijk werk te gaan doen, whatever. Misschien daar meer een rol gaan in spelen. Sommige anderen zijn misschien eerder van, door echt van het leven te genieten, is de beste vorm van rebellie. Dus laat ik echt gaan genieten van het leven. Dus ieder heeft hier wel zijn rol te spelen en de ene rol is niet beter dan de andere. Dus laat ons de judgment varen, het oordelen varen. Ja, dus whatever rol je te spelen hebt, speel ze. Probeer niet iemand anders zijn rol na te apen, na te doen.
En dat geldt niet alleen hier in het vraagstuk van waar ik het nu over heb, maar dat gaat ook in het ondernemerschap of in marketing of in branding. Probeer niemand niet na te doen. Wees uzelf, wees authentiek, laat uw eigen stem horen, uw eigen visie. Dat is een hele belangrijke. Dus probeer daar niet de ene of de andere na te doen, dat gaat toch niet werken. Maar ook in dit verhaal, jij hebt een rol. En wat ik wel zou willen zeggen, wat een oproep is van mensen die voelen dat ze een rol hebben te spelen, maar vandaag de dag nog niet echt durven, om verschillende redenen, die ik ook begrijp. Do it anyway. Face the fear and do it anyway. Ik zou zeggen, laat u horen, laat u zien. Of speel de rol die jij moet spelen, die misschien niet horen en zien is, maar misschien iets anders. Maar durf wel in die rol te gaan staan. En die te spelen. Ja. En het komt allemaal goed. Ik heb daar wel een vertrouwen in. Het komt allemaal goed. Dus die destructieve fase waar we nu in zitten, ja, dat is lastig. We gaan dingen moeten lossen. Moeten, willen, mogen lossen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Maar in die end is dat beter. Dus laat ons ook niet te veel vasthouden aan die oude dingetjes. En begin eens te kijken van... Begin eens te kijken naar... Waar hou ik nog aan vast en mag ik lossen? Want dat is wel nodig. In onze nieuwe wereld kunnen we al dat oude niet meenemen. Dus het wordt tijd om langzamerhand te lossen. En ik zou graag eindigen met de quote van de one Wayne Dyer. Wayne Dyer is een van mijn idolen. Ik vind die man geweldig. Spijtig dat hij niet meer onder ons is in fysieke vorm. En zijn quote is... Be open to everything and attached to nothing. Ik ken die quote al heel vele jaren, maar die is pas nu, de laatste maanden, krijgt die echt de inhoud voor mij dat ze verdient. Be open to everything and attached to nothing. Good luck with that. Love you.